De Partij van de Arbeid die viert dit jaar het 65-jarig bestaan. Maar is er wel reden voor een feest? Partijleider Job Cohen die werd vorige week nog fors onder vuur genomen door Geert Wilders. Maar ook zijn er filmpjes waarin Cohen het moet ontgelden. Mevrouw de voorzitter, wij wonen in een mooi en sterk land. Maar we zijn ook onzeker geworden. Bestaat mijn baan straks nog? Ik denk het niet, Job. Ja, u zit er vrolijk bij te lachen, meneer Tilboos. Want u ziet Cohen graag afgaan op deze manier? Ja, ik zie mensen niet graag afgaan. Ik denk dat het lot is wat hem te wachten staat. Dat het wel erg gaat worden. Ik denk dat de Partij van de Arbeid in de persoon van Job Cohen laat zien dat ze inderdaad aan het eind van het Latijn is. Mevrouw Quint, hoe erg is dat? Hoe erg is wat? Is dit? Laten we zo. Zo'n filmpje? Ja, zo'n filmpje, maar ook wat Tilboos schetst. Laat ik beginnen met te zeggen dat je een man met een dergelijke achtergrond, die al heel wat gepresteerd heeft op alle mogelijke vlakken, niet gunt dat hij in deze fase van zijn leven in een rol komt waar hij zich duidelijk niet goed in voelt. En nog steeds niet, zegt u? Nee, dat kan je aan hem zien. En dat vind ik, of het nou Job Cohen is of een ander, dat vind ik altijd slecht om te zien. Als iemand met het oog op een bepaalde rol, in dit geval was het overduidelijk, hij is partijleider geworden omdat iedereen dacht, de Partij van de Arbeid gaat de premier leveren. Nou, daar was hij denk ik geknipt voor. Maar hier, dat is niet gebeurd. Maar hier is hij niet voor in de wieg gelegd. En dat merk je aan alle kanten. Je merkt aan hem dat hij, en of dat nou is omdat hij ook als wetenschapper gewerkt heeft, dat hij voortdurend staat na te denken over, is dit verantwoord als ik dit zeg? Of, hij moet niet nadenken, maar hij moet doen. Nou, het is niet iemand die gepokt en gemazeld is in allecht hakken. Nee. U hebt nu de knuppel in het hoenderhok gegooid door die linkse vernieuwing. Wat wilt u daarmee bereiken? Laat ik het zo zeggen. Er zijn een aantal afdelingen in de Partij van de Arbeid die al een tijd lang met elkaar in contact zijn. Vanuit de overtuiging, en daar zitten ook veel jongeren onder, dat het tijd wordt dat we een aantal onderwerpen eens opnieuw ter discussie stellen. Maar wel linksaf. En dat heeft teneur, of dat er ook uit gaat komen, dat is een ander verhaal. Het heeft teneur dat we vinden dat het neoliberalisme ook binnen de Partij van de Arbeid een ruk naar rechts teweeg heeft gebracht. Dat er de nodige vooraanstaande Partij van de Arbeid mensen in kringen zijn gekomen, als bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen van de ING, om maar eens wat te noemen. Ja, onze oude premier Kok. Ja. Waardoor de mensen zoiets hebben van, wat is dit? Te ver van de werkelijkheid af. Dat was ook de reden waarom u uit de partij stapte. Dat klopt. Als de partij nou linksaf gaat, bent u dan weer welkom? Of gaat u dan weer binnen de partij zitten? Nee, dat. Kijk, als het echt zou gebeuren, dat zou een wonder zijn. Hè? Dan heeft de KVP op een manier zijn plek weer gevonden. Ik denk dat wat mevrouw Quint net zegt, dat is nou weer, legt dat courier aan het symptoom. We gaan weer eens over het neoliberalisme, we gaan misschien een licht links maken. En dat heb ik al in de Partij van de Arbeid al zo vaak meegemaakt. Ook bij verkiezingsnederlagen kwamen de rapporten. Dat was er weer een of ander dak ingestort of zo. Bij elke partij, ja, CDA, is nu ook bezig met de herbezinning. Maar iedere keer heb ik dus gezien dat die rapporten er kwamen. En nou hebben we ineens het nieuwe elan te pakken. En vervolgens gebeurt er dus in de praktijk niks. En dat komt, en dat is natuurlijk het wezenlijke punt, dat de Partij van de Arbeid de band met haar natuurlijke achterban is kwijtgeraakt. Okay. Zeggen, dat zij op dit moment zaten, mevrouw Jansen en meneer Pietersen. Maar dat zijn ook niet Henk en Ingrid. En dat zijn ook Henk en Ingrid. Okay. Want laten we wel wezen dat heel veel mensen die vroeger de Partij van de Arbeid stemden, natuurlijke Partij van de Arbeid stemden. Dat zijn op dit moment PVV-stemmers. Ja, maar wacht even. Dat is dus nou precies. Dus wat dat betreft denk ik dat dat als je heel realistisch naar de samenleving kijkt, dat je kan zeggen dat de emancipatie, hè, die toch een belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse samenleving, geeft iedereen die aanleg heeft, mogelijkheden heeft, ook de kansen om die te benutten. Dat is onderwijs geweest, dat is sociale wetgeving geweest. Op een bepaald moment moet je tot de conclusie komen dat er een nieuwe fase is ingetreden. Omdat je nu kan zeggen, iedereen kan
als die kan studeren, dan kan die ook studeren. Nou, dat wordt weer lastiger, heb ik begrepen. Ja, nee, maar dat is in ieder geval niet de verantwoordelijkheid van de Partij van de Arbeid. Laten we daar helder over zijn. Maar ook niet tegenhouden. Maar we zijn, dat is denk ik een probleem. Ja. Maar je kunt in ieder geval zeggen dat we in Nederland in de loop van de 20e eeuw een heleboel geregeld hebben, waardoor vrijheid en gelijke kansen voor heel veel mensen mogelijk zijn. De kritiek zijn. Van Tilbos is dat de partij van de mensen afgedreven is. Ja, maar kijk, wat je dus nu ziet is dat heel veel mensen van boven een bepaalde leeftijd zich niet herkennen in een partij zoals de Partij van de Arbeid zich nu manifesteert. En daarom moet je weer linkser worden. Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb toen je me die vraag stelde helemaal aan het begin, heb ik nadrukkelijk het antwoord gegeven wat ik heb gegeven. Er gaat een nieuwe discussie. Ja, ik vroeg, dan stel ik de vraag, als het dan linkser wordt, komt het dan wel goed? Ik denk niet dat het linkser of minder links de sleutel is naar of het goed komt. Wat denk ik van belang is, is dat je je opnieuw afvraagt of dat er goede linkse alternatieven zijn, en ik denk dat dat zo is, voor de koers die op dit moment in die wat rechtse stroom in Nederland gevaar wordt. Ja, meneer Tilbos? Ja, dat is weer zoals ik de Partij van de Arbeid ken. Een hele hoop woorden, dat komt erop neer. Nou, we zullen nog eens een graadje naar links gaan of een halve slag naar rechts. Maar uiteindelijk blijven we precies op hetzelfde spoor zitten. Blijven ze op het plus zitten en zakken vullen. En ze blijven inderdaad op het plus zitten en zakken vullen. Weet je wat nou het vervelende van deze weerlegging is? Dat de heer Van Tilburg zegt dat hij niet van plan is om daar zelf weer in te gaan zitten. En dan zeg ik, nou, oké, ik heb naar een leven in het bestuur ervoor gekozen om mijn energie er wel in te stoppen. Dus ik ben niet van plan om langs de zijlijn alleen commentaar te leveren. Ik vind dat ik als iemand die vanuit de Partij van de Arbeid bepaalde rollen gespeeld heb, nu ook de plicht heb om mee te helpen aan een actualisering van wat sociaaldemocratie in de 21e eeuw zou kunnen zijn. En er is ook nadrukkelijk een oproep gedaan, niet alleen aan mensen die lid zijn van de Partij van de Arbeid om in die discussie te functioneren. Nee, maar even, maar alle mensen de tijd die begint te dringen. Want wat u zegt, de kritiek is, het is te kort door de bocht wat Tilbos schetst. Ik mag denk, met ja of nee volstaan. Ik denk dat het makkelijk is om het zo te stellen. Ja. En ik denk dat de wereld eenvoudig in elkaar zit en dit moet je inderdaad weer zo maar houden. Quint zegt, u moet weer deel gaan uitmaken van die rode familie, dus waardoor u ook weer kunt sturen. Dat is zo'n bolwerk van oude bestuurders die zo gewenst op het plusje zitten. Er is daar niet meer de dynamiek en de animo om daar echt een lucht naar links te maken. Dat is allemaal op papier naar links gaan. En wat mevrouw Quint zegt, die begint eigenlijk al met, ja, welke kant moet er meer naar links, meer naar rechts? Ja, liberalisme, neoliberalisme. Wacht even, als je praat op dit moment met de volgende generatie en deze beweging is grotendeels op gang gebracht door twintigers en dertigers, niet door mensen van mijn generatie. De twintigers en de dertigers die hebben gezegd, wij willen deze discussie op gang brengen vanaf de basis. En die wensen juist op voorhand niets vast te leggen. Vandaar dat ik dat ook niet op die manier zeg. Nee. Die zeggen, we gaan de discussie aan. We gaan vanuit een aantal maatschappelijke problemen die we nu zien, gaan we de discussie met elkaar aan. En wat eruit komt, dat zien we dan wel. En 5 november hebt u een bijeenkomst waar dit vorm gaat krijgen. Ja. En u gaat daar niet naartoe, begrijp ik. Nee, het is net als een huwelijk wat geconsumeerd is. Men is aan het scheiden gegaan. Men heeft jarenlang met elkaar geprobeerd. En uiteindelijk kun je wel zeggen, we kruipen weer hetzelfde bed, maar dat is niet meer zoals het geweest. Daar sluiten we het ook van bij af. Ik vrees op dat die vergelijking wat mank gaat. Ja, doet u er maar mee wat u ermee wilt doen. Ik vind het goed. We horen daar in elk geval nog van. Wij hebben ook meegedaan aan een aftrap van deze discussie. Er is ook nog gevoetbald vanavond. Kijkt u even mee naar de voetbaluitzending. FC Volendam, Fortuna Sittard is geëindigd in 3-2. En MVV Maastricht heeft gewonnen van FC Eindhoven met 1-0. En dat is van de koploper, als ik het goed heb. En dan is er ook nog gevoetbald met het vrouwen FC Utrecht. VVV Venlo 3-1. Kansloos dus eigenlijk. Nou, dat gezegd hebbende sluiten we deze uitzending af. En dan zeg ik dat komende zondag nog een weekoverzicht is. En ik wens u een prettige avond en een goed weekend. Dag.